Fano, jij past. Dank u. Maar, het is al opengemaakt. Ja, klopt. U kwam net binnen en u zei, je hebt post. Dus het is toch mijn post, die moet ik toch openmaken? Maar onder wiens dak leef je, hè? Huh? Jouw dingen zijn mijn dingen. Onder wiens dak leef je? Oké. Okay. Ik kan ze het voortaan net zo goed zelf houden. En ik meen het, dit gaat dus gewoon altijd. Altijd! Oké, okay, niet altijd, maar 9,5 van de 10 keer. Zo, op deze manier. Ik krijg mijn post gewoon geopend. Mag ik ook nog een beetje privacy? Of niet? Nou, ik weet niet waar ik wat vraag, maar ik krijg het toch niet. Lekker dan. Zijn mijn ouders gewoon een beetje gek of gebeurt dit overal?